Welkom vandaag op Retail 24 TV. Vandaag hebben we hier Hedwig Wassing van Athleisure. Welkom. Dankjewel. Athleisure, vertel eens kort. Wat doen jullie allemaal? Athleisure is een bedrijf dat zich specialiseert in de verhuur van vakantiehuizen. Individuele vakantiehuizen. We hebben bijna geen twee dezelfde. Dat doen we onder verschillende merken. Onder andere Belvilla. Dat doen we als Casamundo. Dat doen we in Engeland als Pure Holiday Homes. Dus we zijn eigenlijk een reisonderneming die zich specialiseert in de verhuur van vakantiewoningen. Oké. Als we gaan kijken in de reisbranche, wat zijn de voornaamste ontwikkelingen die je dan kan noemen? Nou, als je naar de reisbranche kijkt, dan is internet, wat 15 jaar geleden een medium werd, al vroeg omarmd. Dus de reiswereld heeft een hele hoop slagen van verandering in de distributie in die 15 jaar al doorgelopen. En ja, we zijn eigenlijk in de laatste fase van de consolidatie en de shake-out die daarmee gepaard gaat. En eigenlijk is het spel opnieuw gedefinieerd en vindt er een nieuwe vorm van, we kunnen rustig zeggen, hyperconcurrentie plaats. Oké, dus als ik het zo hoor, mag ik zeggen dat de reisbranche voorop loopt als het gaat om omnichannel en multichannel? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Gedwongen door de veranderende omstandigheden en de onzekerheid die daaruit voortkomt, de keuzes die je moet maken, heeft ertoe geleid dat de reiswereld inderdaad bewuste keuzes heeft gemaakt, waarbij omni- en multichannel nu voor veel bedrijven een gegeven is geworden. Ja. Oké, wat dat betreft lopen jullie dus voorop? Ja, goed, dat wil niet zeggen dat anderen achterop lopen. Wij zijn eerder geraakt door de mogelijkheden en de onmogelijkheden die door de veranderende media er kwamen. Oké. En als het dan gaat over de retail, wat zijn dan, die hebben de shake-out nog niet helemaal achter de rug. Wat zijn dan de tips die je daarover kan geven? Ja, als je kijkt naar retail en je praat dan over traditionele retail, stenen zaken versus e-commerce. En je kijkt naar reiswereld, dan waren dat natuurlijk de reisbureaus waar mensen op bezoek gingen om hun reis te boeken via het internet, waar je gewoon online kon boeken. Ja, dan heeft de retail, die nu nog aan de vooravond staat van al die veranderingen, die heeft een forse uitdaging. Prijstransparantie kunnen vergelijken is een belangrijk iets. Als je product niet onderscheidend is, dan zal uiteindelijk de prijs en de dienstverlening eromheen, zal de klant doen besluiten om wel of niet bij jou te kopen. Oké, en in wat voor tijdstermijn zie je die ontwikkeling ook plaatsvinden bij de retail? Dus wat zou het moment zijn dat de retail in de consolidatie komt? Nou, ik denk dat dat ontzettend snel gaat. De reiswereld heeft daar misschien in totaal 10, 12 jaar over gedaan. Dat zou hier wel eens in 2, 3 jaar bekeken kunnen zijn. Oké. De volgende ontwikkeling in de reisbranche, wat zou dat zijn? De klant gaat steeds meer zelf samenstellen. Dus die zoekt servicekanalen waarbij die ondersteund door gemak en door vertrouwen, krijg ik later ook wat me nu beloofd wordt, zegt van hier durf ik te kopen en hier kan ik het makkelijkste datgene vinden, zoeken, samenstellen wat ik wil hebben. Ik hoor het woord vertrouwen van de consument, krijg ik wat mij beloofd is. Als we dan zouden gaan kijken binnen jullie, Athleisure, de verhouding tussen dat de consument kiest voor product of dienst. Hoe is dat dan ingevuld bij jullie? Ja, als je kijkt naar product, dan is dat natuurlijk wel belangrijk. Als je niet onderscheidend bent in product, dan is het ook heel moeilijk om je propositie af te laten wijken van wat je concurrent aanbiedt. En dan gaat het uiteindelijk weer over vergelijkende producten en dus over prijs. Dus het is heel belangrijk dat je een onderscheidend product hebt. Dus exclusief in kunnen kopen wordt wel weer belangrijker dan het in het verleden was. Daarnaast is inderdaad de beleving in de winkel, het gebruiksgemak in de shop, het vertrouwen wat de winkel uitstraalt en overbrengt. We praten tegenwoordig over persuasion marketing. Welke druk wordt er op je gelegd om je te helpen snel te beslissen? Als dat over de top gaat, dan is het een irritatiefactor en dan ben je heel snel weg uit zo'n winkel. Krijg je het gevoel van als ik nu niet koop, vind ik morgen die prijs nooit meer terug. Zoals bij vliegtickets bijvoorbeeld. Ja, dan ben je geneigd om op dat moment die transactie toch te doen. Naar alle tevredenheid. Wat is bij jullie dan leading? Dus product of dienst? Als je in het percentage zou kijken. Zonder het product heeft de dienst geen rol. Ja. Als je kijkt naar de waarde van de dienst, dan neemt die steeds meer toe. En ik denk dat het in het verleden 70% product was, 30% dienst. Ik denk dat dat nu al 50-50 is en dat gaat verder doorschuiven naar de dienst wordt steeds belangrijker. Oké. Ik hoor je zeggen, product moet uniek zijn. Hoe doen jullie dat?
Nou ja, vakantiehuizen zijn per definitie bijna uniek. Want ja, je kunt ergens een resort hebben waar soortgelijke villa's naast elkaar staan, waar wij bijvoorbeeld 3 van verhuren. Maar de meeste dingen zijn uniek qua bouw, qua locatie, qua inrichting. Hè. Iedereen heeft zijn eigen smaak en zijn eigen stijl. Dus dat maakt een product al vrij uniek. Hè. Dan, het andere unieke is, van, wordt dat huis aangeboden bij meerdere verhuurbedrijven of alleen bijvoorbeeld bij Belvilla? En dat is de exclusiviteit in de deal die wij maken met de huiseigenaren. Die wordt steeds belangrijker. Ik hoor u zeggen, ook huiseigenaren, dan hebben we het niet over een retail, dan hebben we het ook niet over een webshop, maar dan hebben we het over een particulier. Dan hebben we het over particulieren die met heel veel liefde hun droomvilla hebben gebouwd en ingericht. En op een gegeven moment hebben besloten dat ze die ook graag willen delen met andere mensen. Sommigen doen het ook als een investering. Die kopen een villa puur voor de verhuur. Dat zijn een beetje de verschillen. Oké, en bieden jullie zo'n villa dan ook aan via multichannel? Ja, multichannel moet je zien als, we hebben bijvoorbeeld Belvilla heeft een eigen webshop. Hè, dan koop je in de Belvilla winkel. Maar de Belvilla producten zijn ook in duizenden andere vakantiehuizen aanbiedingsshops te vinden. Hè, dus directe verkoop noemen wij, je stapt de Belvilla winkel binnen en je huurt daar een huis. En indirect is, je loopt een winkel binnen, bijvoorbeeld Casamundo, toevallig ook van ons. En daar vind je naast andere producten van concurrenten van Belvilla, vind je ook het Belvilla product. Meer een warenhuis voor vakantiehuizen. Oké, de pijntjes zijn weg, zeiden we net. We zijn in de consolidatiefase. Die zijn jullie voorbij. Welke pijnen ziet u voor de toekomst? De pijn van smalle marges. Oké, hoe gaat u daarmee om? Nou ja, je zult moeten zorgen dat de toegevoegde waarde die je levert, hè, de stichting Open Deur, toegevoegde waarde moet je leveren, dat die toegevoegde waarde meer geld vertegenwoordigt dan de kosten die daarmee gepaard gaan, anders maak je simpelweg geen winst. Hè, dus klanttevredenheid, klantenbinding, zorgen dat de klanten graag bij jou kopen en willen blijven kopen, is voorwaardelijk. Dus als je praat over customer engagement als een containerbegrip om CRM en allerlei andere dingen heen, dan denk ik dat een belangrijke component is van de strategie waarin je moet kunnen excelleren. Oké, hoe staan de verwachtingen voor jullie dan voor als het gaat om het leisure? Nou, wij hebben op bepaalde punten de wind mee. Hè. Vakantiehuizen zijn een relatief goedkoop product, voordelig product. Als je kijkt per persoon per nacht, nou, dan kun je bijna niet voor in een hotel terecht. Terwijl je ontzettend veel privacy en comfort hebt. Dank u voor deze reclame mogelijkheid. En dan zie je dus dat mensen die nu op hun vakantiebudget willen besparen, omdat de beurs wat smaller is, het vakantiehuis ontdekken als een prima mogelijkheid om die besparing te combineren met een uiterst luxe en comfortabele vakantie. Oké, helder. Dank u wel.